kaas op, man. Ik ben benieuwd of je dit in één keer kan. Ik kan hem. Komt-ie. Job, wat eten we vandaag? We eten vandaag overpasta met spinazie bechamel, pancetta en pecorino. What? Check out the big brains on bread. Dat is een mond vol. Wat hebben wij nodig voor deze overpasta? Natuurlijk deze hele mooie pijpasta. We hebben hier voorgesneden pancetta, shallotjes, boter, knoflook, citroen, pecorino, zout. Voor de bechamel hebben we nodig cayennepeper, spinazie, melk en bloem. Oven staat aan, 200 graden. We gaan lekker koken. We gaan lekker koken. Luister, jij zat net aan die pancetta te snoepen al. Ik vind dat zo lekker. Het is gewoon notig qua smaak en ook dat vet is gewoon zo heerlijk. Dus je hoeft ook geen olie te gebruiken. Die pancetta die gaan we uitbakken en dat wordt dadelijk helemaal crispy. En dat wordt ja, een soort het krokantje van het gerecht. Ik ga in de meanwhile een beetje beginnen aan de bechamel ook. En ik heb al een pannetje kokend water op voor de spinaccio. Die spek die ben ik zo klein mogelijk aan het snijden. Dus ik heb die plakken gepakt, daar maak je een rolletje van. Snij je in reepjes en nu ga ik ze in soort mini blokjes, stukjes snijden. Het moet echt een soort crumble van pancetta worden. Het pannetje wordt lekker warm, knallen we die pancetta erin en dan zijn we vertrokken. Op vakantie. Mijn spinazie die is ondergedompeld. Kijk even met me mee. Kijk, het is heel eventjes onderdompelen. En dan gooien we hem op de zeef en spoelen we hem gewoon koud. Want anders gaat hij door. Nou, niet dat dat zo erg is, want dan gaat hij toch weer door die bechamel heen. Maar toch even koud spoelen. Kijk, daar wordt het vrolijk van. Ja. Steek spekbakken. Daar word ik echt blij van. Ja. Maar dat zie je ook aan, want normaal ben ik teringsagerijn. Maar echt. En in één keer komt er zo. Glimlach op mijn gezicht. Komt die joker weer tevoorschijn. De spekjoker. Ik druk je spinazie droog met een droge theedoek. En ook aan deze kant absorbeert hij het vocht. Dus het mes snijdt aan twee kanten. En aan de onderkant. En klaar is Kees. Ik ga gelijk door. We hebben twee pannetjes. Eentje voor de bechamel, maar ook eentje voor de melk. Die gaan we gelijk warm zetten. Want koude melk in je bechamel, dan kan die gaan klonten. Oké. Dus die gaan we even voorbereiden. Hop. Nou, ik ga de spinazie tot koelie draaien. Koelie is gewoon eigenlijk een vruchten- of een groentepulp. En dat zit. Ik draai gewoon de spinazie door. Pas op thuis. Trek hem er niet vanaf, want heel je plafond is goed. Kun je gelijk weer witte. Ik heb met de kikkerkeuken. En meteen de hulk. De hulk, ja. Oh, nou. Dit is hem. De spinazie koelie. Ik haal hem er nu vanaf. Ja, doe maar. Want die pan die blijft heet en hij blijft doorgaren. Eigenlijk moet je voor het mooie, ja, kijk eens, die had ik nog in de buurt, een zeefje in de buurt hebben. Want stel nou dat hij in één keer door gaat bakken. Doe maar, hij gaat roken. Ja, zie je? Dat bedoel ik. Dan kan je hem gelijk redden. Redden. Willen we het vet bewaren? Ja. Dan ga ik het vocht afgooien. Hier, hier. Nee, ik heb hem al. Heb je hem? Hij heeft hem al. Kijk eens. Want vet is smaak. Vet is je maat. Nou, jij bent mijn maat. Bedankt. Kijk dan, dit wordt dadelijk krokant, jongen. Dus je kan smaken denken, maar je kan ook bedenken hoe het gaat worden. Net die spek bijvoorbeeld, ja, dat is precies zoals ik het had verwacht. Met een goed scherp mes dat je soort van die blokjes krijgt. Ja, dat is kick. En dan zo lekker zo in het pannetje kijken. Heerlijk, ja. Fijn snijden van de knoflook. We moeten het heel fijn snijden, want het moet in die pastabuizen komen. Dus we gaan even hakken. Dat is de vulling. Ik ga je botertje er alvast in, Bert. Ja. Ik kan die alvast lekker een beetje uitbruisen en dan gaat het knoflookje erbij. Ik doe nog een beetje olie bij. Spekvet. Kijk, Chris. Ja. Nu gaat hij lekker. Dit wil je. Dit wil je. Dit gaat er gewoon bij. Doei. Nou wordt hij lekker. Charlotte, knoflook. In de pan met vet. Pannetje met vet. Ruik dit dadelijk eens even, jongen. Een bloem. Die bakken we even mee. Blokrasp. Gaan we gelijk met die kaassaus dus beginnen. De helft van de pecorino die gaat door de saus. En later gaat die andere helft eroverheen. Dus ik breek zo de helft eraf. Hartstikke datsie. En dames en heren, kijk uit voor die nagels. Hè. Kijk uit voor die lange nagels. Gaan we de bechamel afmaken. Klein bechamel. Kijk, gelijk binden. Dat is binnen.
Oké, kaasje erbij en een beetje de chilipeper. Dumpen we in één keer die kaas erop. Hoppa, lekker. Gemalen chilipeper. Hop, lekker alles erbij. En dan op het allerlaatst el spinaccio. Spinacci. Hij moet iets dunner zijn. Ik vind hem net een klein beetje aan de dikke kant. Hij moet namelijk deze pijpjes gaan vullen. Hij gaat daar afbakken. Je moet hem een half uur bakken nog, hè? Dus dat gaat sowieso... Nou, dan doen we gewoon lekker wat melk erbij. Pas alsnog op met zout, want deze jongen hier... Ja, die geeft dadelijk ook heel veel smaak. Dus oh, de pancetta, ja, tuurlijk, ja. Zullen we nog een beetje lekker citrusrasp erin doen? Uitkijken met sap, want dat is zuur. Kan die eventueel in de shift. Citroensap, gooi het maar eens een keer in een glas melk. Gaat het gelijk in de schift. Melk in de schift, stremsel, dus een zuur. Wat ze op melk gooien, en je gaat nu zo meteen zien, al het vet en melkbestanddelen komen naar boven drijven. Zo maken ze kaas. Kijk, kijk, kijk. Moet je zien. Hey. Oh ja. Het is best wel lekker. Kijk, hè. Ja. Hoppa. Kijk eens, heerlijke rasp. Dit ruikt zo lekker. Oké, en een beetje juice erbij, hè. Een beetje sappie. Kijk, dat is ook nog een leuk trucje. Kijk, als je zo die citroen op je mes doet, dan gaat dat sap precies van je puntje af. Dat zijn die fijne kneepjes van het vak. Nee, nice. Ja. De fijne kneepjes van het vak. Ja. Dames en heren, word kok. We gaan vullen. Bakken vullen, zakken vullen. Komt u maar. Kijk, een beetje boter aan de binnenkant. En je draait hem gewoon een rondje, hatskidatsi, tot boven aan het randje. Rondje van de zaak. Een rondje van de zaak. En dan hou je dit bakje dus een beetje... zie je eraan wel? Nou, Job, die uit maar. Kantje. Gewoon wrikken. Net als thuis, hè, tussen de lakens. Kijk, dan wordt hij gek. Hij is nu al gek aan het worden. Nee, kijk, hij is recht. Kijk, hier zo. Alsjeblieft. Zo, die zit. Die zit erin. Dus ik ga het nu vullen, daarom moet die saus wat dunner zijn. Want het moet in die gaatjes vallen. Kijk, 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 daar gaat hij. Hopsakee. Leuk, hè? Wacht. Ja, ja. En dan even stampen. Al die luchtbelletjes eruit. Ja, kijk. Daar gaat hij bellen. Kijk, daar gaat hij, jongens. Toppie. Nou, tot zo. Nou, een half uurtje. Tot zo meteen. En dan gaan we even checken. We moeten sowieso even checken. Maar een half uurtje sowieso. Lookie, lookie, hou hem in de gaten. Tot zo. Dus die pasta moet wel goed gaar zijn. En dan nog eventjes terugkoelen en dan kan je zo rondsnijden van het vormpje en dan gaan we kijken of het werkt. Je doet ook rauwe pasta bladeren in een lasagne bijvoorbeeld. Ja. Dus dat gaart vanzelf. Wat het ook is dat die uiteindelijk die droge pasta het vocht opneemt. Anders neemt je twee keer het vocht op en dan is die stront gaar. Wat ruikt het hier lekker? Gaan die hele plaat? Ja, die plaat. Plaat, kom maar. Laat ik natuurlijk weer mijn klauwen vallen. Let maar eens eventjes op. Doe normaal. Doe normaal echt. Aanstellen. Zonderen ze er alsnog af. Doei. Kijk, kijk dan. Als jij een lasagne of ook dit gerecht gelijk op wil eten, is het te heet. En het moet eigenlijk een beetje rusten. Dus het moet afkoelen, maar het moet op kamertemperatuur komen. Kijk, als je de onderkant ook af wil laten koelen, want de hitte blijft erin zitten, dan moet je die iets onderzetten, zie je? Dat zijn zo de keukentrucken. Yes, absoluut. De truc van Ome Luuk. Ja. Hoppa, deze gaan naar kamertemperatuur. En dan komen we zo bij je terug. Ja, dit is een generatie op generatie van trucken en technieken en weetjes die worden doorgegeven van koks op koks op koks. Ja. En misschien is deze truc wel 200 jaar oud, wie weet. Ja, ja. We gaan heel voorzichtig. Komt ie. Deze, die doet het al. Dit is een pannenkottaatje, dan moet je hem even van het randje moet je hem gaan lospielen, zeg maar. Ik ga het proberen, Per. Komt ie. Oké. Dit is even het moment, even de oud-Hollandse wat ga je op je hand doen? Techniek, gaan we gewoon zo eruit klappen. Kijk. Alsjeblieft. Yes! Ja. Ja. Ja, precies. Komt-ie. Ja! Zo, dit is kick. Ja, dit is kick. Nou, wat heb ik er nog bij gepakt? Aangezien we nog spinazie over hebben, heb ik de mooiste plaatjes eruit. Daar gaan we een mooi taartje van bouwen. Even rapsen. Maken we even een fris slaatje. Ik doe gewoon nog een beetje citroenschil erop. Dat is ook lekker. We hebben een squeeze citroensap over de spinazie.
even dat zuurtje, dat trekt even al die smaken de lucht in. Met alle ingrediënten die we hebben gebruikt, hou je altijd een klein beetje spinazie over en een klein beetje citroen. Gaan we even een klein saladetje van maken, dus dan heb je wat fris. Dit is best wel heftig smaak, ziet er super mooi uit. Hoppa, kaas hier eroverheen. Lekker kaas hier zo eroverheen. Ja, zo. Sampie. Sampie. Die gaat er gewoon op, want het valt er prachtig naast. Goed man. Kijk dan lekker zo nog die citroenzest erover. En nog een beetje citroensap. Dames en heren, daar is die. Prachtig gerechtje, zegt dit. Overpasta met spinazie bechamel, pancetta en pecorino. We kunnen hem gewoon met mensen vork eten, maar u kent ons. Ik wil hem heel eventjes laten zien. Kijk, juist. Dat is die pasta. Ziet er kick uit, hè? Dat is het. Hij ruikt ook, ruikt het. Ruikt dan. Man. Dit is kick, hè? Even gezellig. Dit is leuk, hè? Ja, man. Echt kick. Heerlijk. Ja. Dit is echt grof. Yes. 24kitchen.nl, check het recept. Wat gaan we doen? Yes, let's go. Ik vreet hem gewoon op. Lekker man, thanks. Hoi. Hoi. Hoi.